ik had geloof ik toch nog wel later ook in een particulier bedrijf kunnen komen. Van liberalen zeiden ze, van mensen die meemaakten, zeiden wat zou je waard zijn in een particulier bedrijf. Klinkt een beetje verwaand als ik dat aanhaal, maar ik had toch geloof ik inderdaad wel andere dingen kunnen doen. Maar ik heb zeer bewust in de tijd gekozen voor politieke activiteit. En heb ik niet in de verste verte kunnen onderstellen dat die zich zo ver zou uitstrekken als het geval is geweest. Het gezin waarin ik geboren ben, is toen ik heel jong was een onvolledig gezin geworden. Mijn vader is gestorven in 1891 toen ik 5 jaar was. Mijn moeder is 95 jaar geworden en heeft geleefd tot 1954. Ze heeft dus een heel andere wereld gekend dan mijn vader. Ze heeft een heel moeilijk leven gehad, want mijn vader werkte bij de Twentse Bank, had daar naar mijn indruk wel een goede positie, maar er was geen pensioen voor de weduwe aan verbonden. Hij had geen levensverzekering kunnen sluiten omdat hij al afgekeurd werd. Waarschijnlijk had men toen al de TBC geconstateerd waaraan hij leed. Mijn moeder heeft het dus heel moeilijk gehad om voor mijn beide zusters en mij te zorgen, maar het is een bijzonder goed gezin geweest. Ik heb op een openbare lagere school gegaan, maar 7 jaar heb ik godsdienstonderwijs gevolgd op een zondagsschool en 4 jaar op catechisatie. Maar tenslotte, toen ik 18 was, heb ik gezegd dat ik geen lidmaat kon worden omdat ik de geloofsbelijdenis niet meende te kunnen onderschrijven. Ik heb na de lagere school heb ik een 3-jarige hogere burgerschool gevolgd in Amsterdam. En vervolgens de openbare handelsschool. Maar wat je misschien bij een handelsschool niet zou verwachten, bij het Nederlands was het literatuuronderwijs ook zo dat dat me sterk boeide. We werden toegebracht als verplichte lectuur de Max Havelaar van Multatuli te lezen en de kleine Johannes van Frederik van Eeden. En daarmee ging ineens voor mij een andere wereld in de literatuur open. Daarnaast is in mijn leven van grote betekenis geworden de scenografie. Daar besteedde ik veel meer aandacht eigenlijk aan dan aan sommige van mijn schoolvakken. Dat leerde ik grondig en heel spoedig deed ik examens. Eerst voor kantoorstenograaf, Nederlands, Frans, Duits, Engels. Ook voor vergaderstenograaf, voor onderwijzer in de scenografie. Op de handelsschool gingen ook een paar zoons van iemand bewerkers. En ik ben in het bijzonder in aanraking gekomen met Ed Oliveira, die ook de scenografie grote beoefende. Maar die vervuld was van vakbeweging en van socialisme. En daar ben ik vrijwel direct door gegrepen. Hij verschafte me de lectuur, ik heb me erin gestort, om zo te zeggen. En ik ben daar gegeven ook de achtergrond in Amsterdam van de armoede die ik daar kende. Van de ellendige toestanden waaronder de massa van de bevolking leefde. Ben ik inderdaad onmiddellijk eigenlijk warm gelopen voor die gedachte. En ik heb toen in Amsterdam 3 Troelstra bij een tussentijdse verkiezing gekozen werd, heb ik meegemaakt de overwinningsvergadering, zal ik maar zeggen, waar Troelstra en Gorter spraken. En dat heeft mij diepe indruk gemaakt. En daarnaast was het zo dat ik me altijd oefende in de scenografie ook door vergaderingen op te tekenen. En ik daardoor meer vergaderingen bijwoonde nog dan ik anders zou hebben gedaan. Nu ben ik 3 jaar op de Twentse Bank geweest. Ik had een contract voor 3 jaar, kon dus niet eerder weg. Maar ik vond dat ik beslist ander werk moest kiezen. En ik had toen de mogelijkheid gehad in de familiezaak te komen van een oom die daarin een rijk man was geworden. Ik zou heel jong in heel goede doen zijn geweest als ik zijn aanbod had aanvaard om op zijn kantoor te komen en te zijner tijd hem op te volgen. Ik heb gemeend dat niet te moeten doen, het werk ook. Er was ook makelaar bij grond- en bouwmaatschappijen, hypotheken, verzekeringen geïnteresseerd. Ik vond dat in mijn felle jonge socialistische opvattingen moeilijk om daarin te gaan werken. En ook minder vrijheid geven voor politiek werk. En toen heb ik gekozen om de kant van de scenografie uit te gaan. Toen had ik niet direct kamerscenograaf. Maar we hebben een bureau gehad, Drees en Jansen, zoals dat heette.
In 1906 ben ik dan stenograaf geworden bij de Amsterdamse gemeenteraad. Ik ben dat vele jaren gebleven. Ik heb er zelfs nog gestenografeerd toen ik zelf raadslid van Den Haag was. Maar in die Amsterdamse gemeenteraad is voor mij de sterke belangstelling voor de gemeentelijke politiek ontwaakt. En heb ik de grote waarde en de grote mogelijkheden daarvan begrepen. En ik moet zeggen dat daar eigenlijk bij mij het verlangen wel is ontstaan dat ik ook eens tot dat werk zou worden geroepen. Toen ik in 1906 die kant van de CMV uitging, had ik helemaal niet de gedachte een politieke loopbaan te gaan volgen. Ik was een verlegen jong mens van 20 jaar. Ik stelde me wel voor in de socialistische beweging te werken, maar had geen voorstelling van een politieke carrière die toen ook voor mensen van de SDAP nog niet zo voor de hand lag. Zeker niet wethouder bijvoorbeeld. We hadden één raadslid bijvoorbeeld in Den Haag op dat ogenblik en een paar in Amsterdam. Maar de mogelijkheid voor eerst om goed op de hoogte te komen van de politiek, en daarnaast om tijd te hebben en een vrijheid te hebben om voor het socialisme te werken, dat heeft mij geboeid. Later in 1907 ben ik aangesteld tot stenograaf bij de beide kamers van de Staten-Generaal. En daar is bij mij dan inderdaad gegroeid de gedachte dat ik zoiets als gemeenteraadslid toch wel graag zou willen en ook anders zou kunnen. Ik was soms zelfs al zo verwaand dat ik dacht dat ik iets hoorde, dat zou ik toch eigenlijk beter gedaan hebben. 1910 ben ik getrouwd en toen ben ik helemaal daar gewonnen. Ik was al lid van de Haagse afdeling van de partij. Toen ben ik meteen bestuurslid geworden, het volgend jaar voorzitter. Kandidaat voor de gemeenteraad in twee districten en tenslotte in 1913 als raadslid gekozen en daarmee, om zo te zeggen, mijn politieke carrière, wat men dan zo noemt, begonnen. Ik vind wel dat ik, als ik erop terugzie, het eerste jaar te veel aan vergaderingen besteed heb. Ik was zo volop aan het werk in allerlei dingen. Ik heb bepaald te veel tijd eraan gegeven, voor mijn gevoel, tegenover mijn jonge vrouw. Ik heb later uit Boegenweld wel eens geschreven, ook dat ik eigenlijk later ook meer tijd aan mijn gezin en minder aan vergadering had moeten besteden. En toen schreven ze me terug, we hadden niet anders gewild. Ik heb altijd grote steun van mijn vrouw gehad en ze heeft altijd uitnemend daar naar geschikt. Maar toch die eerste paar jaar, toen zeg ik wel, had ik wat meer thuis moeten zijn met mijn vrouw. Intussen hebben we nu het voorrecht dat we al 62 jaar gelukkig getrouwd zijn. Mijn vrouw is altijd politiek sterk meelevend geweest. We hebben altijd ook in dat opzicht goed overleg kunnen plegen over allerlei kwesties. Maar in het verenigingsleven heeft ze zich toch vooral bewogen wat betreft het huisartsonderwijs. Ze is jarenlang bestuurslid geweest van een vereniging op dat gebied. En tenslotte ook erelid daarvan geworden. Op het ogenblik is het voor ons een vreugde dat we een zo goed contact hebben met onze drie kinderen en wat de jongste betreft ook met zijn vrouw en daarnaast op het ogenblik weer juist met de jeugd, met de opgroeiende en al heel flink opgroeiende kleinkinderen, 6 kleinkinderen. Er is een zo goede verstandhouding in onze familie. We kennen gelukkig geen generatiegeschillen. Wel eens meningsverschillen natuurlijk, maar niet de minste tegenstelling tussen oud en jong in de zin waarin dat tegenwoordig zo dikwijls gesteld wordt. Ik heb fijne ouders. Mijn vader heeft het altijd druk gehad, maar hij werkte efficiënt. En hij was toch vrij veel thuis. Zelfs vaak aan de maaltijden tussen de middag. 'S Avonds werkte hij, maar aan de maaltijden en als er bezoek was en op vakantie, dan werd er veel gepraat. Ik heb mijn vader als kind bewonderd, zoals alle kinderen dat doen, en ik ben hem blijven bewonderen. Mijn vader heeft een buitengewoon scherp inzicht in geschiedenis, in de menselijke samenleving, in hoe je een goede politiek kunt voeren. Urenlang heb ik beschouwingen van hem gehoord als we door Den Haag wandelden. Beschouwingen over stedenbouw, over de haven van Scheveningen. Ritten met de Haagse tram en gesprekken over openbaar vervoer.
Maar ook herinner ik me hoe hij aan mijn zuster en mijn broer en mij vertelde van Hannibal, van de veldslagen tegen de Romeinen, van Cannae, of van latere tijd, van de Franse Revolutie, van de 19e eeuw, waarvan hij buitengewoon veel wist, en van de Eerste Wereldoorlog. Hij vertelde van Churchill, waarvoor hij grote bewondering had, al in de jaren 30, lang voor de Tweede Wereldoorlog. Maar hij vertelde ook van de spoorwegstaking van 1903, van Troelstra, van de kabinetsformatie van 1913. En hij heeft bij ons thuis een grote belangstelling gewekt voor de maatschappij, voor de politiek en voor de geschiedenis. In de tijd dat ik met de Haagse gemeentepolitiek in aanraking kwam, werd in de eerste plaats de strijd gevoerd over het beleid in zaken de grond. Den Haag breidde zich snel uit en gemeenteraadsleden waren betrokken in bouwgrondmaatschappijen om tijdig die grond op te kopen. Van onze kant werd heel sterk verdedigd. Wij moeten alle mogelijke grond in de omgeving in handen zien te krijgen, omdat de gemeente bij de uitbreiding een vrijere zeggenschap heeft dan wanneer ze aan allerlei particuliere belangen gebonden is. Daarnaast stond al dadelijk ook de woningkwestie toen voorop. Er was ook toen woningnood, misschien in feite eigenlijk groter dan nu, maar niet uitgesproken zo naar buiten, omdat men zich er eenvoudig in schikte. De strijd om de woningwet in Den Haag op grote schaal te gaan toepassen, was daarnaast ook een belangrijk punt. Een jaar nadat ik raadslid geworden was, veranderde alles. In de zomer van 1914 brak de Eerste Wereldoorlog uit. We wisten toen nog niet dat de wereldoorlogen eens genummerd zouden worden. En in Nederland leefde men vooral mee met het lot van België, dat door de Duitsers overrompeld werd, waarvan duizenden naar ons land stroomden, zodat we plotseling de oorlogsellende ook voor ogen kregen. Tal van scholen werden gebruikt om gemobiliseerde soldaten in te legeren. Men was bevreesd dat ook Nederland op een gegeven ogenblik gevaar zou lopen. Er kwam spoedig schaarste van levensmiddelen, er kwam distributie. Toen in 1914 België bezet werd, was het bureau van de Socialistische Internationale, dat in Brussel gevestigd was, overgeplaatst naar Den Haag. Daarmee ook Camille Huismans, die de secretaris was, in Den Haag komen wonen. Hij had er nauw contact met Troelstra en Alberda. En ik hoorde veel ervan, onder andere juist omdat ik met Alberda ook in de gemeenteraad veel in contact was. De zaak werd belangrijk in de zomer van 1917. Vooral Kerensky, die de leiding had van het toen democratische Rusland, dat nog aan de zijde van de westelijke bondgenoten in de oorlog betrokken was, maar dat moeilijk zou kunnen volhouden. Kerensky hechtte er ontzaggelijk veel aan dat de vrede zou kunnen worden gesloten. En men hoopte dat de Socialistische Internationale nu het daartoe zou kunnen bijdragen. Troelstra heeft zich daar ontzaggelijk veel moeite voor gegeven en is diep teleurgesteld geweest dat daar niet iets kon worden bereikt en dat de oorlog maar voortduurde. En men moet dan het wel ook in dat licht zien welke stemming Troelstra verkeerde toen in 1918 Duitsland en Oostenrijk ineenstortten, de Duitse keizer naar ons land kwam, de revolutie om zich heen greep, toen de burgemeester van Rotterdam bijvoorbeeld tot de socialistische leider van de Rotterdamse beweging zei: ik begrijp wel dat de revolutie niet bij de grens aan Zevenaar zal tot stand houden, zoals tot stilstand zal komen. Dat was een groot misverstand. De revoluties vonden alleen plaats in de landen die de oorlog verloren hadden. Maar toen werd de gedachte van Troelstra en de Rotterdammers dat het in Nederland tot een revolutie zou komen helemaal niet door de anderen gedeeld. Maar Troelstra heeft in de Kamer toch gesproken van: de tijd is gekomen dat wij de macht overnemen. De tijd is gekomen dat gij zult moeten heen gaan en dat de arbeidersklas aan het bewind komt. En een helemaal revolutionaire gedachte geopperd. Dat was in afwijking van het besluit dat de beweging genomen had. En dat gaf anderen de mogelijkheid om zich nu op de beweging te werpen als ondemocratisch. En een tegenactie te ontketenen met een geweldige demonstratie voor de koningin op de Malibaan. En dat heeft toen niet de massa van de beweging van Troelstra
gescheiden, die stelde in hem een zeer groot vertrouwen. Er zijn velen geweest die bovendien dankbaar waren dat hij nou eens op die manier gesproken had. Maar ik geloof dat hetzelfde bereikt zou zijn geweest dat daarna verkregen is, zoals onder andere de 8-urendag, om een sprekend voorbeeld te noemen, hetzelfde verkregen zou zijn op de andere manier, zoals Thorbecke zijn doeleinden verwezen kreeg in 48 tegen de achtergrond van revolutie elders. En dat het woord van revolutie hier, hoe begrijpelijk ook in de spanningen waarin Troelstra verkeerde en de stemming die in hem leefde, voor jaren toen de beweging in een zeker isolement heeft gebracht en in die zin haar bezwaren heeft gehad. Bovendien, zoals ik zo even aanduidde van de kant van de tegenstanders, jaren het motief in handen gaf, jullie bent geen eigenlijke democraten, want ook als er een democratisch gekozen parlement is, dan willen jullie toch op de een of andere manier macht overnemen. Nu had Troelstra geen enkele voorbereiding getroffen voor een revolutie. Het was, ik heb altijd gezegd, het is een revolutiepoging geweest, dat is het niet geweest. Het is een revolutiedreiging geweest, die berustte bij hem op de gedachte dat inderdaad in ons volk de stemming zo was dat een dergelijke toestand als elders ook hier zou ontstaan, waarvan hij later dan heeft verklaard, ik heb me in de machtsverhoudingen vergist. Maar het is in de Nederlandse geschiedenis een buitengewoon belangrijk moment geweest. Op socialisten smuiterijen, het rode paal op ogen heen, het geld en arbeid te bevreden, verlossing uit de slavernij. In 1919 hadden gemeenteraadsverkiezingen plaats. Voor het eerst dus onder algemeen kiesrecht en evenredige vertegenwoordiging. En toen ontstond een merkwaardige tegenstelling tussen de ontwikkeling in de landspolitiek en in de gemeentelijke politiek. In de landspolitiek stond de partij in de oppositie praktisch geïsoleerd. Zonder noemenswaarde invloed en zonder enige kans in de regering te komen. Maar in tal van gemeenten was het ook niet meer mogelijk, zoals ervoor in Rotterdam wel gebeurd was, ze buiten het college van burgemeester-wethouders te houden. In 1919 werd ik wethouder van sociale zaken. 12 jaar ben ik wethouder van sociale zaken geweest. Daarna in de crisisperiode ben ik op voorstel van de burgemeester belast geweest met 2 tevoren afzonderlijke afdelingen, financiën en openbare werken. In 1929 waren er bijna geen werklozen. In een enkel jaar steeg het aantal zeer sterk. En men weet dat het tenslotte uitliep op dicht bij het 500.000. Een verschrikkelijke toestand in ons land, zoals in vele andere landen. En dan met een politiek die wij als economisch onjuist beschouwden, verkeerde conjunctuurpolitiek. Maar in 1933 werd ik Kamerlid. 7 jaar tot het uitbreken van de oorlog heb ik daar in de Kamer zitting gehad. Dat is heel bepaald niet mijn belangrijkste periode geweest. Belangrijker is geweest de totstandkoming van het Plan van de Arbeid, naar mijn mening een uitstekend werkstuk, vooral opgesteld door ingenieur H. Vos, beïnvloed ook door iemand als professor Tinbergen. Een Plan van de Arbeid dat stelselmatig conjunctuurpolitiek aangaf en bovendien sterk de nadruk legt op de noodzakelijkheid van meer bestaanszekerheid voor alle groepen van de bevolking die in zo'n crisistijd zo ontzaggelijk zwaar getroffen worden. Maar in de geïsoleerde positie waarin we verkeerden, werd het door de tegenstanders eenvoudig gecritiseerd. In 1939 werd tenslotte een einde gemaakt aan het regime Colijn, doordat de Katholieke Staatspartij er zich tenslotte tegenkeerde en eindelijk bereid was met de Sociaaldemocraten samen te werken. Toen werd ik fractievoorzitter. Minder doordat ik zoveel in de Kamer gesproken had, dan doordat blijkbaar de leden in onze onderlinge besprekingen in de fractie vertrouwen in mij hadden gekregen, zodat ik, wat ik wel als een voorrecht beschouwde, en in raad, staten en kamer, voorzitter van de fractie ben geworden, unaniem, zonder tegenkandidaat, dat gewoon menselijk gesproken, zal men begrijpen dat ik dat toch wel waardeerde. Toen heb ik dus ook de redenvoering gehouden waarin ik mijn instemmingen mee betuigde, mijn vreugde erover uit dat eindelijk sociaaldemocraten in de regering waren opgenomen. En ik was de jaren door gaan voelen, blijvend oppositie,
Als je niet het uitzicht hebt in afzienbare tijd de meerderheid te krijgen, kan een betrekkelijk onvruchtbare situatie scheppen. En het kan veel beter zijn als je ook constructief werk kon doen. En dat scheen dan te kunnen gebeuren in 1939, maar onmiddellijk daarop brak de oorlog uit. Adolf Hitler, Sieg Heil! Sieg Heil! Sieg Heil! Na die 14 mei stonden we voor de vraag, wat gaat er gebeuren? Wij dachten dat de partij half vernietigd zou worden en dat de leden gevaar zouden lopen. In Den Haag was het kaartenregister van de leden verbrand. Maar toen bleek dat de Duitsers het voorlopig nog politiek leven tolereerden, toen meenden wij ook de banden binnen de partij niet toe moeten prijsgeven. Ook de krant niet, het volk niet, hoewel wij sterk opkwamen tegen een te toegefelijke houding die naar onze mening in de krant werd aangenomen. En we hebben vergaderd als fractie, als partijbestuur, als raad van commissaris en arbeiderspers. Buchenwald was een afschuwelijk concentratiekamp. Maar ik heb er als gijzelaar onder heel bijzondere omstandigheden geleefd. Hoe erg de toestand er was, ik kan misschien blijken uit het feit dat er in onze tijd 8000 gevangenen waren, heftelingen zoals het heette, maar dat er ook in een jaar ongeveer 8000 stierven. Niet iedereen die aan het begin van het jaar was, was aan het eind van het jaar dood. Sommigen overleefden het lange tijd, waren in wat gunstiger positie dan anderen, maar een heleboel stierven er al na enkele maanden. Het was een concentratiekamp met al de wreedheden die men uit beschrijvingen kan kennen. Maar wij heten erehäftlingen en wij hadden wel een bevoorrechte positie vergeleken bij de andere gevangenen. Ons hoofdhaar werd niet afgeschoren, zodat we er anders uitzagen dan de anderen. Men mocht ons niet mishandelen. Dus wij waren voor de eigenlijke ellende bespaard. Maar wij zagen de afschuwelijkste dingen. ...14 juli 1940... hebben we toen een partijraad gehouden om het kader uit het land eens bijeen te hebben. En daar heb ik gezegd dat wij, gegeven de mogelijkheden die ons voorlopig in de binnenlandse politiek nog geboden waren, onder andere in gemeenteraad, provinciale staten, ons werk moesten voortzetten, de band moesten aanhouden, de geest goed moesten trachten te houden onder onze aanhang. Die partijraad daarvan is opzettelijk van gepubliceerd dat die gehouden was, zonder dat deze inhoud openbaar werd gemaakt. Dat heeft de Duitsers zeer geërgerd. Die vonden ons toen toch te brutaal. En kort erop is gevolgd dat Rost van Tonningen werd benoemd tot de leider over de marxistische organisaties. Het oude partijbestuur begon meteen een actie over het hele land. Weg, bedanken, bedanken, niet lid blijven en in geen geval je schikken. En de grote massa van de partijgenoten heeft dat consigne ook gevolgd. Van der Goes van Aters en ik zijn in oktober gearresteerd en naar Buchenwald gebracht. Moet ik wel eerst nog zeggen dat daar nog andere redenen voor waren. Van juli 40 af was er contact tussen 6 politieke partijen. Dat is later wel het politiek convent genoemd. En we hebben ook overleg gehad met het driemanschap van de Nederlandse Unie.
Maar daar hebben we het niet mee eens kunnen worden, omdat we meenden dat zij te veel illusies hadden om de mogelijkheden onder de Duitsers toch nog te kunnen voortwerken en in overleg met de Duitsers te kunnen werken. En dan heb ik dus een jaar in Buchenwald doorgebracht. Het werk van het Vaderlands Comité werd grotendeels overgenomen door het Comité van Vertrouwensmannen, dat aan Londen een reeks van adviezen gaf die gevraagd werden. Bovendien bereidden we voor wat er na de bevrijding moest gebeuren. Wie commissaris van de koningin konden wezen, wie weer burgemeesters in de grote steden konden zijn, wie hoofdcommissaris en commissaris van politie konden wezen, waar de burgemeesters natuurlijk een grote invloed op hadden. Die adviezen zorgden ervoor dat in het noorden een betrekkelijk geordende regeling voor het bestuur was voorbereid, waaraan de regering in Londen haar sanctie ook had gegeven. Toen ik van Buchenwald terugkwam in oktober 1941, toen vond ik dat het politieke contact verder uitbreiding had ondergaan. Maar ik ben wel aan het overleg al door blijven deelnemen. En ik heb tot april 1943 geleefd, vooral zo dat ik allerlei adviezen gaf aan geestverwanten die kwamen praten over de mogelijkheden, maar ook over andere denkenden. Maar in april 1943 werd het verraad van Van der Waals, in wie vertrouwen was gesteld als iemand die uit Engeland was gekomen, maar die een verrader was, werd vrijwel het hele comité opgepakt. Maar toen stond ik voor de kwestie, wat moet ik doen? Van Walsum en ik waren vrijgebleven. De enige eigenlijk van politieke contacten die vrij waren gebleven. Dan moeten we weer voortzetten. Toen kregen wij de boodschap via professor Oranje, die blijkbaar ook met Londen in contact stond, dat gewenst werd dat weer een comité werd opgericht. Toen hebben we zowel het politieke contact hersteld, of politiek convent, zij het maar met één vertegenwoordiger uit elke politieke partij, en natuurlijk niet meer allemaal de meest prominente, omdat die gevangen zaten. We hebben ook weer dat Vaderlands Comité en het Groot Burgercomité in het leven geroepen. Ik ben van die beide comité's ben ik voorzitter geworden. In de zomer van 1944 zijn uit Londen boodschappen gekomen dat een comité van vertrouwensmannen werd gevormd en samenwerking in de illegaliteit. En dat heeft meegebracht dat hoewel de verzetsorganisaties het Vaderlands Comité niet als een verzetsorganisatie beschouwden, het Vaderlands Comité erbij betrokken werd en dat ik voorzitter werd. En op die manier had ik wel nogal centraal een kijk op de zaken en was ik op allerlei manieren, ook in allerlei vormen van verzet betrokken, al heb ik niet rechtstreeks leiding van enige verzetsorganisatie gehad. Ik ben daarvoor ook op het paleis op de Dam geweest en nog achterin gegaan, omdat het niet de aandacht zou trekken. En dat ze toen tegen me zei, ach, u weet wel, als er moeilijkheden zijn, dan wil ik toch wel graag eens uw oordeel horen. Kort na de bevrijding werd ik per auto afgehaald om me naar het zuiden te brengen, naar Anneville bij Breda, waar koningin Wilhelmina haar intrek had genomen en waar ik als een van de adviseurs over het vormen kabinet zou worden geraadpleegd. De koningin was vol verwachting van geheel andere verhoudingen wat de partijen betreft. Ze meende dat de eenheid onder de bezetting ertoe zou hebben geleid dat de meeste partijen zouden verdwijnen. Ze was onder de indruk van de Nederlandse volksbeweging in het zuiden. Ze dacht dat er een zeer grote eenheid zou bestaan en dat de conventionele partijen, die conventionele scheidingen er niet meer zouden zijn. Ik heb haar toen bepaald teleurgesteld door te zeggen dat ik wel geloofde dat er andere partijverhoudingen zouden komen, maar dat ik met mijn verwachtingen lang zover niet ging als zij, dat ik meende dat de meeste partijen weer eenvoudig hun taak zouden hervatten. Zij het met grote bereidheid tot samenwerking en ten dele ook dat een paar partijen misschien zouden samensmelten. Misschien heeft ze toen wel eens teruggedacht, koningin Wilhelmina, aan wat ze gevraagd had aan ingenieur Neher, die naar Londen was geweest. Als vertrouwensman was hij door de linies gegaan om dingen te bespreken. Is hij wel vernieuwd? Zij voelde zichzelf terecht vernieuwd. Zij was veranderd door al de contacten
die ze in Londen had gehad met allerlei mensen. En ingenieur vertelde me later dat hij geantwoord was, hij was al nieuw. Dus de koningin zal misschien bij dat eerste gesprek wel gedacht hebben, is hij wel zo nieuw als ik gehoopt had. Later is ook wel gebleken dat het haar wat teleurgesteld had. Gelukkig heb ik later juist, een beetje onbescheiden om het te zeggen, in hoge mate wel haar vertrouwen gekregen. Zodat ook toen ze prinses Wilhelmina was geworden en toen ze toch nog wel eens indirect met bepaalde moeilijkheden te maken had, ze mij speciaal vroeg om toch nog eens te komen praten. Terugkerende naar 45 moet ik zeggen dat de koningin nog vrij wat adviseurs heeft geraadpleegd, zowel van de politieke partijen als vertegenwoordigers van verzetsgroepen, dat tenslotte de vicepresident van de Raad van State, Belaars van Blokland, gezegd heeft dat degenen die het meest in aanmerking kwamen, Schermer, Horn en ik waren, dat ze ons toen beide heeft uitgenodigd samen en toen gezegd heeft, ik ben tot de conclusie gekomen dat ik een van u beiden moet vragen het kabinet te formeren. Maar ik ben nog niet tot een definitief oordeel gekomen en ik mag me niet vergissen. Ik zal nog eens misschien meneer Belaars van Blokland moeten raadplegen. Maar zou u misschien bereid zijn het samen te doen? Waarop we dadelijk spontaan gezegd hebben ja. Wij waren overtuigd dat wij goed met elkaar op weg zouden kunnen. Tijdens de bezetting, daar hadden we ook over de partijvorming na de bevrijding gesproken. Ik was overtuigd dat we ook economisch en sociaal in hoofdzaak gelijk dachten. Dus ik heb evenals Schermerhorn direct ja gezegd. Daar was de koningin bepaald verheugd over. Ze liet het aan ons over wie minister-president zou worden. Daarbij heb ik dadelijk gezegd, laat Schermerhorn dat worden. Een mens heeft natuurlijk allerlei motieven bij een dergelijk kiezen van een standpunt. Eén was eenvoudig dat ik wel graag sociale zaken had. Daarnaast vond ik toch Schermerhorn inderdaad meer aangewezen als minister-president. Zoals op dat ogenblik de situatie was en zoals ik hem kende, ook in zijn manier van spreken, geloofde ik dat hij tot de verbeelding van ons volk toch wel meer zou spreken dan ik. We zijn er overig in geslaagd, naar mijn mening, een veelzijdig samengesteld kabinet tot stand te doen komen van bepaald capabele mensen. Uitnemend geschikt voor de taak waarvoor wij toen stonden in dat verwoeste land, om daar te komen tot een wederopbouw en dat te doen in een geest die ook een aanwijzing inhield dat men naar vernieuwde maatschappelijke verhoudingen wilde komen. En ik had voor ogen duurzame wetgeving moet tot stand komen voor het hele gebied van de sociale verzekering. Dat is allereerst de ouderdomsvoorziening, dat is daarnaast de werkloosheidsverzekering. Het kabinet Schermerhorn heeft maar een jaar gezeten. Bij de verkiezingen in 1946 kreeg de KVP 2 zetels meer dan de inmiddels gevormde Partij van de Arbeid. In de gevolgen werd de formatie opgedragen aan Beel als KVP'er. Hij richtte zich bij de formatie op een samenwerking tussen KVP en Partij van de Arbeid. In 1948 was weer de KVP sterker dan de Partij van de Arbeid. Beel werd dus weer formateur, maar slaagde niet. De koningin heeft toen Van Schaik daartoe bereid gevonden. En toen is dus een kabinet tot stand gekomen en ik ben daarna 10,5 jaar door allerlei wisselingen heen minister-president gebleven. En ik meen dat het toch wel een landsbelang is dat de mogelijkheid er bestaat om een samenwerking tussen verschillende partijen te verkrijgen. De schaduw die over de eerste kabinetten gelegen heeft, is de Indonesische kwestie geweest. Nu merk ik daarover op dat men het wel eens voorstelt dat mijn beleid is geweest. Ik wijs geen enkele verantwoordelijkheid af voor een beleid waaraan ik heb meegewerkt. Maar ik ben 3 jaar minister van Sociale Zaken geweest van de 4 jaar dat het conflict geduurd heeft. Heb me er toen ook intens voor geïnteresseerd en mee bezig gehouden. Maar de voortdurende gang van zaken was in andere handen. Als minister-president kreeg ik een meer directe verantwoordelijkheid, maar ook daar was het in de eerste plaats de minister van Zaken over Zee die de kwesties behandelde. Wat nu die politiek betreft, de regering is van het begin af bereid geweest het woord te bewaren van koningin Wilhelmina
dat men moest streven via een rijksconferentie op voet van gelijkheid tussen de overzeese gebiedsdelen en Nederland te komen tot zelfstandigheid voor elk van de delen en vrijwillige samenwerking. Het bezwaar, achteraf zeg ik een fout, is geweest dat men in 1945 Sukarno niet wilde aanvaarden als onderhandelaar. Zo was de republiek opgericht met hulp van de Japanners, onder de druk van jonge mensen die door Japanners bewapend en getraind waren. Sukarno had niet alleen met de Japanners samengewerkt, wat ik hem niet kwalijk neem zoals ik een Nederlander zou hebben gedaan, maar die had de overwinning van de asmogendheden gewenst, had Hitler verheerlijkt, had de hoop uitgesproken dat Engeland en Amerika platgestreken zouden worden en het werd toen niet mogelijk geacht de door hem vertegenwoordigde republiek te beschouwen als vertegenwoordigd heel Indonesië. Ze hadden ook lang niet heel Indonesië in handen natuurlijk. En in een groot deel van Indonesië heerste de volslagen chaos. Maar de minister van Zaken over Zee, Logeman, een goed kenner van Indonesië en een man van de stuurgroep die zelfstandigheid van Indonesië voor had gestaan, heeft toen gemeend dat gezegd worden dat kan niet. Die onder, met hem en daardoor praktisch met de republiek kan men niet onderhandelen. Dat is in de eerste plaats toch door de minister van Zaken over Zee en minister-president gesteld, maar met instemming van het kabinet. Spoedig heeft de regering ingezien dat de positie van de republiek en daarmee ook van Sukarno in de nationalistische beweging te sterk was dan dat men zou kunnen weigeren te onderhandelen, dan zou het niet reëel zijn. Er is een conflict van 4 jaar geweest waarbij men tegenwoordig nogal eens alleen denkt aan 2 militaire of politionele actie, hoe men noemen wil. In werkelijkheid werd er voortdurend gevochten doordat de republiek zich nooit aan dat bestand hield. En de strijdperioden zijn dus veel langer geweest, maar dan was de agressie aan de kant van de republiek. En Nederland heeft gereageerd bij de eerste actie door waar het zelf gebieden nog onder controle had, maar waar de republiek ze trachtte af te sluiten van voedselvoorziening en zelfs van water, daar grotere ruimte te scheppen. Die actie heeft maar 14 dagen geduurd en een heel klein onderdeel geweest van het totaal van de strijd. Ik wil voor mij persoonlijk wel zeggen dat ik me toen met ook het stellen van de kabinetskwestie verzette tegen de gedachte dat men daarna toch weer op zou rukken naar Joksa en de republiek zou vernietigen, althans de regering daar zou gevangen nemen. Dat is dus bij de eerste actie geweest, dat is ook niet doorgegaan. 3 jaar was ik minister Sociale Zaken. Het laatste jaar heb ik een andere verantwoordelijkheid gedragen, kan je zeggen, en daar is dan de tweede actie in gevallen. Die is veroorzaakt weer door bestandsschendingen waarbij ook op grote schaal Indonesiërs vermoord werden en waarbij wij toen de eis stelden dat daar een eind aan zou komen. Toen er een antwoord kwam dat niet voldoende was, maar dat naar mijn mening uitgangspunt verder kon wezen, heb ik weer de kabinetskwestie gesteld als men niet alsnog tot onderhandelen bereid was. Er is onze kant weer een ultimatum gesteld, dat gesteund zou worden toen door de Amerikanen eindelijk, dat er het bestand gehandhaafd zou worden en dat ook bepaalde oplossingen dan zouden worden getroffen voor de regeling voorlopig van de verhoudingen. En daarop kregen we het bericht dat geen antwoord kon komen. Dat berichtte dus de Nederlandse vertegenwoordiging in Indonesië, Beul, die hoogcommissaris was, dat Hatta zich ziek had gemeld en dat Sukarno en de belangrijkste ministers per vliegtuig naar India waren gegaan. Dat laatste was nog niet gebeurd. Maar die mededeling dat er dus geen antwoord zou komen en de zaak onopgelost zou blijven, heeft een aanleiding gegeven te zeggen, dan gaan we het Joksa bezetten. Dat was inderdaad de bedoeling geweest dat ze in India gingen. De brief is gevonden, die had er geprepareerd, had die Sukarno aan Nehru's overhandigen, maar ze waren nog niet weg. Dat is het verloop van de tweede actie geweest. Uitgelokt toch weer door de houding van de republiek, maar waarbij van Nederlandse kant in die zin een fout is gemaakt. Dat men iets mededeelde dat wel in de bedoeling lag, maar dat op het moment zelf nog geen feit was geworden. En is tenslotte een overeenkomst tot stand gekomen die zowel voor Nederland als voor Indonesië een bevredigende oplossing kon worden geacht. Helaas heeft dat ook maar kort geduurd, omdat weer Sukarno tenslotte elke overeenkomst schond, tenslotte zelfs alle Nederlanders verdreven uit Indonesië. Eindelijk is hij zelf aan zijn heerszucht, ook aan zijn samenwerking met de communisten bezweken en is een nieuw herstel van Indonesië eigenlijk begonnen. Ik moet zeggen, ik ben tenslotte verheugd dat ik, ondanks alle misère die er geweest is,
nog heb mogen beleven dat een goede verstandhouding tussen Nederland en Indonesië is hersteld. En dat in Indonesië ook een nieuwe opbloei begonnen is. Men spreekt over de periode 1945-1958 nogal eens, en dat heb ik ook wel gedaan, als de tijd van de Rooms-Rode Samenwerking. Men moet wel toch daarbij onderscheiden. Eigenlijk zuiver Rooms-Rood is het geweest van 1946 tot 1948 onder minister-president Beel. Die sprak van het nieuwe bestand. Overigens zijn in die periode de verschillende partijen tot samenwerking gekomen. We hebben in de kabinetten waarmee ik mee te maken heb gehad, ook waar ik president van geweest ben, ook gehad christelijke historischen, antirevolutionairen, ook een VVD'er. En dat waren dikwijls ook belangrijke figuren, laat ik noemen. Sticker van de VVD, met wie bepaald beter was samen te werken dan dat met anderen het geval zou zijn geweest. Staf van de Christelijke Historische Unie, Zijlstra van de Antirevolutionaire Partij. Het is dus niet alleen Rooms-Rood geweest, maar toch wel de meerderheid was Partij van de Arbeid en KVP. De vraag is, heeft dat goed gewerkt? Dan zeg ik, het heeft zijn bezwaren gehad. Maar als we niet tot samenwerking bereid waren geweest, dan waren we al in 1945 onmiddellijk na de bevrijding tot in omstandigheden gekomen van een eindeloze kabinetsformatie, waarin het de vraag was of Nederland nog tot een behoorlijke regering kon komen. Het was in de nood van ons volk dringend noodzakelijk dat we tot samenwerking bereid waren. En ik wil wel zeggen, een van mijn beginselen is ook dat zolang men met minderheden te maken heeft in Nederland, dat dan de verschillende democratische partijen in beginsel bereid moeten zijn tot overleg over de vraag of ze tot samenwerking kunnen komen. Soms kan dat wel, soms kan dat niet. Men moet zijn eigen beginsel sterk verdedigen, maar aan de andere kant niet tot het uiterste alles vergen wat men zelf wil zonder rekening te houden met anderen. In algemene zin meen ik dat die samenwerking voor ons volk van grote betekenis is geweest. Wanneer we nu op het ogenblik kijken, dan is er in het kabinet daarna weer de situatie dat men gekregen heeft de samenwerking van de Partij van de Arbeid met de katholieken, met de antirevolutionairen en daardoor dus weer een kabinet van brede samenstelling. Dat is nu gelukt, maar dat is in feite gebeurd en dat is de worsteling van al deze maanden geweest. In feite gebeurd tegen de besluiten van het congres in. Tegen dat congres had ik bovendien het andere bezwaar dat men in feite besloot de uitdrukkelijke socialistische vormen en het socialistische karakter prijs te geven. Dat is heel merkwaardig. Aan de ene kant nam men vergaande besluiten in zaken socialisatie die op aandrang van D66 werden teruggenomen. Aan de andere kant werd na afloop gezegd door Vrije Volk en door de VARA, de rode vanen hebben voor het laatst gewapperd. Nou, wapperen is al niet zo druk meer in het algemeen. Maar men was in feite op dat ogenblik ingegaan op de gedachte van D66 van een progressieve volkspartij zonder socialistisch karakter. Het is voor mij natuurlijk een bijzonder ernstige zaak geweest dat ik na 65 jaar lid te zijn geweest achtereenvolgens van SDAP en Partij van de Arbeid en vertrouwensposities voor die partijen hebben bekleed, ten slotte te zeggen, ik kan dit nu niet meer volgen. Ik heb dus eigenlijk twee schijnbaar tegenstrijdige motieven gehad. Het ene is dat men te weinig bereid was om tot samenwerking met anderen te komen. De polarisatie tegenover de samenwerking die voor onze parlementaire democratie onvermijdelijk is. Het andere, het willen prijsgeven, desnoods van het socialistisch karakter om maar van een progressieve volkspartij te kunnen spreken. Van dat laatste zal naar mijn mening niets komen. Dat men samenwerking bereid is, is een heel andere zaak. Dat is natuurlijk mogelijk. Maar het prijsgeven van dat karakter zou ik onjuist vinden. Er waren natuurlijk mensen, veel mensen, die het mij kwalijk namen dat ik uittrad. Waarbij ik stel, de eerlijkheid eiste dat.
Er was een hele campagne van ingezonden stukken in het Vrije Volk. En een daarvan herinnerde aan het lied Op socialisten sluit de rijen. Maar vergeten werd de tweede regel, het rode vaandel volgen wij. Er was net besloten dat men het rode vaandel niet meer zou volgen. En men begrijpt dus aan de ene kant, zeg ik, juist als socialist. Maar aan de andere kant als iemand die niet de polarisatie wil, maar bereid wil zijn tot samenwerking. Daarom trad ik uit, met groot leedwezen. Dat betekent volstrekt niet dat ik misken de grote betekenis die de Partij van de Arbeid ook nu heeft. Waarbij ik bovendien het vertrouwen heb dat ze althans het socialistisch karakter niet zal prijsgeven. Ik meen wel dat zij nu in een kabinet zit waarin ze op grote moeilijkheden zal stuiten. Omdat ze het standpunt heeft ingenomen, mijn programma keerpunt 72 is onaantastbaar en moet volledig worden uitgevoerd. Dat programma, en dat is ook weer een van mijn bezwaren nog, gaat veel te ver. Eist zoveel dat dat in 4 jaar niet kan worden verwezenlijkt. En zal dus ook weer teleurstelling moeten geven. Wat toetreden aan een andere partij betreft. Ik heb gemeend op de leeftijd van 85 niet meer te moeten gaan proberen mee te werken aan de vorming van een andere partij. Die ik dan onwillekeurig toch op allerlei manieren zou hebben willen beïnvloeden. Het heeft geen zin daarop te trachten mijn stempel te drukken. Dat moet nu een jongere generatie doen. Als ik nog even terugkom op de teleurstelling die er natuurlijk bij ouderen uit onze beweging is, die niet begrepen hebben dat werkelijk een eerlijke overtuiging mij noodzaakte om niet langer de verantwoordelijkheid mee te dragen in de Partij van de Arbeid, dan stel ik daartegenover wel dat ook juist uit de kring van de bejaarden en mede uit de kring van de socialistische beweging nog altijd waardering tot uiting komt voor wat er in de tijd gebeurd is door de noodvoorziening van oude vandaag. Dat trekt men zelfs te ver door. Ten slotte was dat een voorbereiding in beginsel van de ouderdomsverzekering die onder Suhoff is tot stand gekomen. Dat was ik toen minister-president. Maar er is nog altijd een neiging om mij te beschouwen als degene die speciaal voor de bejaarden gezorgd heeft. Ik ontvang nog altijd brieven van mensen die zich, als ze 65 worden, begunstigd achten door regelingen die ik in de tijd bevorderd heb. En uitnodigingen van bejaarden te huizen om die te openen waar wel een van grote sympathie blijkt. Voor mij is dat intussen maar een onderdeel geweest van het streven in het algemeen naar sociale zekerheid. Dat inderdaad een wezenlijk element is in mijn politieke werk. Waarbij ik ook heb voorgesteld de wachtgeld- en werkloosheidsverzekering. Die intussen, omdat ik inmiddels van sociale zaken overging naar het minister-presidentschap, onder minister Jukes de wet is geworden. Nu die werkloosheid, dat is een zaak die mij op het ogenblik beklemt. Dat men op het ogenblik meer dan 100.000 werklozen heeft en tevens meer dan 100.000 buitenlandse arbeiders, waarbij men arbeid die men minder aantrekkelijk vindt, laat geschieden door die buitenlanders, wat op den duur een ongezonde toestand zou scheppen, een soort kastensysteem. Dat werk volkomen normaal, goed werk, maar dat om een of andere reden iets minder geapprecieerd wordt, dat men dat door de buitenlanders laat verdichten. Ik meen wel dat op het ogenblik sterk het streven erop gericht moet zijn. Wanneer eenmaal de contracten aflopen, we moeten die buitenlanders behoorlijk behandelen. Dan ook Nederlandse arbeiders dat werk te doen aanvaarden. En ik meen dat dat lang niet in alle gevallen, maar voor tienduizenden mogelijk zou wezen. En dat niet de sociale zekerheid die we op het ogenblik geven als men werkloos is, ertoe moet leiden dat dit andere werk per se door buitenlanders moet worden gedaan. Het hele land is ermee gediend als die toestand verandert. Als ik zo mijn loopbaan overzie, dan geef ik me rekenschap van dat die veelzijdiger is geweest dan ik ooit in mijn jeugd heb kunnen onderstellen. Dan meen ik wel dat ik als democratisch socialist in de verschillende functies voortdurend in dezelfde richting werkzaam ben geweest en toch ook wel
in de bescheiden mate waarin een enkele persoonlijkheid dat kan doen, iets heeft bijgedragen tot verbetering van de verhoudingen in onze maatschappij. Ik meen dat ook de zeggenschap van de arbeiders, toen bescheiden begonnen, dat die sterk zal toenemen. Ik geloof, men kan zich dus als mens vrijer ontplooien. Men staat beslist, al zegt men nog, we zijn zo afhankelijk, men staat beslist onafhankelijker dan vroeger in het bedrijf. En men heeft een veel grotere bestaanszekerheid. Men heeft ook een ruimer bestaan. In dat opzicht geloof ik dat veel verkregen is. Dat is voor Nederland. Als ik me afvraag hoe de toestand nu is en in de toekomst voor de wereld, dan zie ik die met veel grotere bezorgdheid. In de wereld is, daar waar men meent sociaal wat bereikt te hebben, sociaal-economisch veel verder te gaan als socialist, maar niet als democratisch socialist, daar is de geestelijke vrijheid, de vrijheid van meningsuiting in een groot deel van de wereld verdwenen, afwezig. Daarnaast is er de grote armoede in de ontwikkelingslanden, die moeilijk is terug te dringen. En zijn er verhoudingen die op het ogenblik gelukkig wel naar een zekere ontspanning leiden, maar die toch nog voor de wereld als geheel de toestand niet rooskleurig doen bezien. Dus ik ben wat de wereld betreft niet bijzonder optimistisch. Wat Nederland betreft zie ik ook grote moeilijkheden, maar ik meen dat Nederland ruimschoots in staat is die te overwinnen. En ik meen dat het democratisch socialisme, en daar heb ik dan zoveel jaren aan meegewerkt, daarbij toch wel de richting heeft aangewezen. En dan moet ik zeggen, wanneer ik dus terugblik bij alle teleurstellingen, meen ik toch een zekere voldoening te mogen hebben dat ik mijn bescheiden deel in dat werk heb mogen verrichten. Tenslotte dat ik toch wel nuttig werk heb gedaan, dat ik niet anders had moeten kiezen, dat is wat ik wil zeggen. Ja.